Het Slautse Hospitaal heeft gisteren voor de derde keer Children's Memorial Day herdacht. Deze dag wordt elk jaar op de tweede zondag in december georganiseerd door de werkgroep De Zonnebloemen van het mortuarium van Slautse Hospitaal. De herdenkingsdag is in het leven geroepen om kinderen die te vroeg uit het leven zijn gegaan te gedenken. De herdenking is gehouden in het moeder- en kindcentrum van het Slautse Hospitaal. De Zonnebloemen houdt zich bezig met rouwbegeleiding bij doodgeboorte en neonatale sterfte. Ouders en of familieleden van wie een kindje is overleden, mochten op de kindergedenkboom de naam van hun kindje ophangen. Doe-parlementariër Karel Bleeveld was ook aanwezig bij de herdenkingsplechtigheid. Hij vindt het goed dat Children's Memorial Day wordt georganiseerd. Het is een heel proces waar ouders en familieleden doorheen moeten bij het heengaan en het te graven dragen van hun kindje, zegt de politicus en geestelijke. En ik denk dat het goed is dat er zo'n dag is, dat er een moment is van herdenking, van stilstaan, van kijken naar wat er geweest is, maar ook langzaam de weg vinden, de omhoog. Want uiteindelijk kun je blijven steken in waar je was. We hopen dat dit ook bijdraagt tot de bemoediging van familieleden, van ouders, van mensen die een kind op deze manier hebben kwijtgeraakt. En we ook verharden dat maar de zorg ook door dit alles nog steeds veel beter wordt. En we hebben ook een uitgebreid gesprek gehad met de minister van Binnenlandse Zaken om toch ook stil te staan bij een mogelijkheid voor een speciale kinderbegraafplaats. Een plek waar mensen hun kinderen kunnen ter ruste kunnen leggen, de stoffelijke resten althans. En waar er ook tenminste een soort herdenkingsmogelijkheid is. Breveld hoopt dat het verzoek voor een terrein voor het opzetten van een kinderbegraafplaats in behandeling wordt genomen. Ook is er hierover iets gesproken met de minister van Binnenlandse Zaken. Alleen zijn we nog niet waar we moeten wezen, zegt de parlementariër. Hij vroeg daarom aan de aanwezigen om samen met hem te duimen dat het terrein spoedig komt. Want het moet niet zo ingewikkeld zijn om een terrein te hebben en vooral voor deze kinderen een speciale plek te hebben. Echt ook aangepast aan hun context, hun verband, dat kinderlijke. Ik hoop van harte dat dat komt. Dus mevrouw Wendenon blijft duwen. Ik blijf ook duwen vanuit mijn plek. En ik neem aan dat de minister ons ook vanmiddag hoort. Dus daarom is het ook goed dat je toespraak houdt. En dan neem je aan dat daardoor de gemeenschap ook bewust wordt en het belang van zoiets ook daadwerkelijk wordt ingezien. Nou, hoopt u samen met ons, stemt u samen met ons. En ik wil alle mensen die hier een kind, of kleinkind, of achterkleinkind op deze manier verloren hebben, ik wil iedereen sterkte toewensen. Parlementariër Karel Bleeveld. Hij sprak gisteren tijdens de Children's Memorial Day, die voor de derde keer is georganiseerd in het moeder- en kindcentrum van het Slautse Hospitaal.